grote getalen opgekomen. Zondag, het is lekker weer jongens. Volgens mij zit het al bijna 20 graden buiten. De zomer komt echt eraan. Dus we gaan vandaag lekker rol maken. Sunday fun day, heb ik al meegenomen. Morgen. Wat gaan we vandaag doen guys? We hebben een klein circuitje voorbereid. 8 oefeningen. Dat gaan we zo meteen 3 keer doen. We gaan eerst de kleine warming-up pakken, alright? Ga ik zo meteen eerst even de oefeningen uitleggen. Nadat we de warming-up hebben gedaan. Daarna gaan we lekker knallen jongens. We gaan beginnen met lunges zometeen. Doe hem eventjes rustig voor. Uitstappen naar voren met je knietik, je zachtjes de grond aan. Of net boven de grond. Dat is oefening nummer 1. Oefening nummer 2. Gaan we voor de walkouts. Dus vanaf rechtop staan. Plaats je handen op de grond. Rook je hem uit. Rustig terug overeind. Oefening nummer 3. Neem je plaats in plank positie. Stap je hem rustig in naar voren. Achterste been goed doorstrekken. En rustig terug. We gaan beginnen met 2 stuks. Daarna gaan we het opbouwen naar 4, 8 of 6, 8 en uiteindelijk naar de 10. Yes? Dus we beginnen met lunges. Zijn we er klaar voor? Iedereen mooi in beeld, ook buiten. Lekker jongens. Oké, okay. 3, 2, let's go. 2 lunges. 1, 2. Gaan we naar oefening nummer 2, walkouts. Rustig teruglopen. We beginnen even rustig aan. 2. Even vast en rustig terug. Gaan we naar oefening nummer 3. Blijven we in plank positie. Stappen we hem rustig uit naar voren, guys. Stap hem in. Rustig terug. Stap hem in. Rustig terug. Kom weer overeind. Gaan we naar de tweede ronde. Pakken we er 2 bij. Dus beginnen we met 4 lunges. 1. 2. 3. En stap hem uit. 4. Oefening nummer 2, walkouts, here we go. Eindpositie even vast. En rustig terug. Walk it off. Dat is 2. Probeer ook een beetje handen mee af te wisselen waarmee je als eerste op de grond komt. Dat is nummer 3. Gaan we naar de laatste. En lopen we rustig terug. Gaan we naar de side step forward. Plaats de handen op de grond. En stap hem rustig in. Probeer je voorste voet plat op de grond te krijgen. Zo ver mogelijk. In ieder geval naast je handen moet wel lukken. Laatste stap. Alright, perfect. Kom weer overeind. Gaan we naar de 6, guys. Uitstappen. Kom maar. Tempo mag ietsje omhoog. 3. En stap. Kom maar. 4. Nummer 5. En 6. We gaan naar de walkouts. Walk it off. Vast. En terug. Dat is 2. Nog 4 te gaan. Kom maar. 1. Hou vast. 2. Kijk, gezellig, een beetje muziek erbij. Hartstikke idee. 3. En nog eentje te gaan, guys. Kom maar. Hop, 1. Hou vast. En rustig terug. Overeind. We nemen plaats in plank positie. Elke kant stap hem 3 keer uit. Yes, kom maar. Hop. 1. 2. 3. 4. 5. En 6. Tot zo. Kom overeind. Gaan we naar de 8. Dus we pakken er weer 2 bij. Lunges, guys. Kom maar. 1. 2. 3. 4. 5. Kom maar. 6. 7. 8, goed zo. We gaan naar de walkouts. We gaan tempo weer een klein beetje opvoeren. Kom maar. Hop, vast. Overeind, dat is 1. Dat is 2. Nummer 3, kom maar. Dat is nummer 4. Vast. Dat is nummer 5. Laatste 3.
Laatste twee. En nog even zitten gaan. Kom maar. We gaan naar de laatste ronde. Tempo gaat een klein beetje omhoog. Kom maar, 10 lunges. Grapje. We gaan eerst naar onze sidesteps. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Yes, nu gaan we wel naar de laatste ronde. Yes, lunges uitstappen. Kom maar. 1. 2, 3, 4, kom maar, 5, hop, 6, 7, 8, 9, hoppa, 10, keurig. Nicole, wat gaan we doen? Walkouts, juist, hartstikke idee. 1, en op, tempo omhoog, jongens, 2, hop, 3, pols goed afwikkelen. 4. 5. Ja, deze is het lastigst. Nummer 6, kom maar. Nummer 7. Benen zo gestrekt mogelijk beginnen. Nummer 8. Woop, woop. Nummer 9, kom maar. Woe! En nog eentje, nummer 10. Hoppa. Nou, ik begin al aardig warm te worden. Ik hoop jullie ook. De laatste oefening. Uitstappen naar voren. 1. 2. 3. 4. 5. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En nog eentje. En even rust beneden, jongens. Zo, ik denk dat we een beetje warm zijn. Denk het wel, hè. Ik ga de oefeningen eerst even voordoen. We gaan hem allemaal eventjes 2 à 3 keer proberen. Oefen nummer 1. Sunday Funday. Laat jezelf achterover vallen. Eerst ga je naar beneden, naar squat positie, naar achter, duw jezelf terug en spring je omhoog. Nog één keertje. Vanaf naar beneden, zak naar beneden, squat positie, omhoog. Yes, mag iedereen hem even meedoen? Iedereen 2 of 3 keer proberen? Laat me zien, guys. Daar gaat hij hartstikke goed. Als je moeite hebt om overeind te komen, op het moment dat je naar achter rolt, duw je je hoofd naar achter. Dus met je bovenrug, met je nek duw je in de grond en met je armen kan je een kleine zwaai meegeven. Alright? Iedereen nog één keer? Ja, bijna. Probeer een klein beetje momentum te creëren. Doe nog één keer. Dus je duwt je hoofd, boem, naar achter. Dat is oefening nummer 1. Oefening nummer 2. Neem een plaats in de squat positie. En om en om. Til je kuit omhoog. Doe het er van de zijkant uit in je squat positie. Kuit omhoog. Kuit omhoog. Kuit omhoog. Mogen jullie het ook allemaal even 1 keer doen? Laat me zien. Doe maar een stuk of 10 stuks. Je probeert zo laag mogelijk te blijven. In je perfecte squat positie. Daar gaat hij helemaal perfect. Goed gekeurd, guys. Helemaal goed. Oefening nummer 3. Gaan we voor een butt lift. Die houden we statisch vast. Dit is je basispositie. Vanaf hier til je om en om je been omhoog. En je been blijft in 90 graden. Deze mag je lekker rustig aan bewegen. Teen blijf je omhoog trekken. En je ziet het, mijn heupen blijven continu hoog. Yes? Laat maar even zien, jongens. Showtime, showtime. Laat maar zien. 1.
Ik zie een aantal mensen hun benen uitstrekken omhoog. Knie blijft op 90 graden. En iets rustiger bewegen. We hebben een paar hele snelle dames in de tent, zie ik. Heel rustig aan. Juist hem. Goed zo, guys. Ook goed gekeurd. Gaan we oefen nummer 4. Vanuit de bear stand. Sommigen noemen het de bear, sommigen noemen het de beast. Dit is je basis. Buig goed naar binnen. Probeer zo min mogelijk een bolle rug te maken. Niet te hol, dus je trekt je buik naar binnen. Knieën blijven onder je heupen. Enkels in 90 graden. En je handen goed onder je schouders. Dit is je basis. Voor sommige mensen is deze al moeilijk genoeg. Die mogen op deze manier vasthouden. Mensen die een beetje een uitdaging zoeken, draai je borst open. En strek een teen uit omhoog. En van daar terug naar je basis. Teen uitstrekken omhoog. Rustig terug naar je basis. Mogen jullie ook even proberen. Belangrijk, ga niet je elleboog doorbuigen. Blijf goed je arm uitstrekken. En draai je borst open. Yes, dus één rechte lijn. Ja, ik ga nog één keertje meedoen. Dus. Vanaf deze positie. Arm blijft goed doorgestrekt. En vanaf hier. Strek je been uit en je duwt je heup omhoog. Sommige mensen zie ik dat ze een beetje laag blijven. Heup omhoog. En vanaf daar doe je tenen omhoog. Alright. Gaan we naar de volgende. Die is eigenlijk het makkelijker. Je maakt jezelf lang, kind, naar je borst. Langzaam omhoog. Langzaam omlaag. Hou de kin naar je borst. Naar buiten. En naar buiten. Omhoog. Omlaag. Naar buiten. En naar buiten. Laat me zien, guys. Met name heel rustig aan bewegen. Je maakt jezelf klein. Strek jezelf langzaam uit. En vanaf daar zoek je die split op. Probeer je tenen te punten. Juist, keurig. Ik zie één of twee dames. Die pakken bovenin de split. De bedoeling is, eerst uitstrekken. En beneden split inzetten. Yes? Zo pak je nog een beetje die buitenglutes mee. Helemaal goed gekeurd. Gaan we naar de volgende. Gaan we naar de push-ups. We beginnen met een smalle push-up. Je lichaam blijft op hetzelfde punt. Stap je uit met je handen. Ga je voor een wide push-up. En vanaf daar ga je weer terug. Voor de dames of heren die het te lastig is, mag je hem uiteraard op de knieën doen. Op en om. Mogen jullie ook even proberen? Het is lastig om je lichaam in dezelfde positie te houden. Dus kijk even of het lukt. Twee push-ups, guys. Eerst smal, elleboog strak langs je lichaam. Focus je meer op je armen. Daarna plaats je handen naar buiten. En focus je iets meer op je borst. Juist, gaat helemaal goed. Hartstikke netjes. Als er nog sterke heren in de tent zijn, die mogen we op de volgende manier doen. Dus pak je eerst de smalle. Loop je uit naar buiten. Doe je een brede. Ga je weer terug naar smal. Strek je benen uit. Dan mag je nog een pike push-up erbij doen. Yes? Ook voor de sterke dames mogen jullie ook proberen. Yes? Dat is een variatie die we kunnen doen. Even kijken. Nog twee oefeningen te gaan. Moet je maar even inbeelden dat je hier een flesje hebt. Of een kettlebell. Die hebben we niet nodig. Trek je knieën naar je borst. Uitstrekken. Handen zijn ter ondersteuning. En bewegen 3D. Yes? Laat maar zien, guys. De balans goed is. Belangrijk, duw goed je borst omhoog, dat je niet in je rug gaat hangen. Yes? Sommige mensen of dames krijgen dames of heren krijgen een beetje last van de onderrug bij deze oefening. Daarom zijn je handen ter ondersteuning. In principe kan je met je handen gebruiken. Je mag hem ook zonder handen proberen, maar dan wordt hij wat moeilijker. Is het ook iets lastiger om je rug recht te houden. Yes? Helemaal goed, gaan we naar de laatste. Gaan we terug naar plank positie.
Omste beurt. Twee knieën naar je borst. Push hem uit omhoog. Omlaag. Knieën naar je elleboog. Dus ook weer een combinatie van twee bewegingen. Yes, laat maar zien. Als jullie willen. Pak me toch stiekem een beetje extra mee. En blijf warm genoeg terwijl ik het uitleg. Dat is wel belangrijk. Juist, ik zie een mooie knieën langs de zijkant. Perfect. Helemaal goed, guys. We beginnen zo meteen bij oefen nummer 1. Oftewel uitvallen naar achter. Met je jump squat erbij. Als je moeite hebt om overeind te komen, mag je je handen op de grond gebruiken. Alright? Elke oefening doen wij 45 seconden. 15 seconden hersteltijd tussendoor. Zijn we klaar voor? Zeker. Let's get it. Hop, 3, 2, 1. Alright, we zijn begonnen, guys. Here we go. Dus je laat hem uitvallen naar achter. Hop, uitstrekken. Kom maar, let's go. Laat zien, iedereen. Dat is hem. Eens kijken of iedereen overeind kan komen zonder handen. Ja hoor, ja. Goed zo. Hartstikke goed. Yes, ik ga ook weer lekker meedoen. Hup. Oké, 3, 2, 1. We gaan naar oefening nummer 2. Weten we nog? In squatpositie. Blijf laag. Omste beurt. Kuitjes omhoog strekken. Yes, jullie mogen beginnen. Kom maar. Dat is hem. Wat je al goed kan zien, blijf goed laag. Buik goed aanspannen. Probeer die eindpositie even 1-2 seconden vast te houden. Juist, perfect. Ik zie sommige mensen op het beeldscherm die zeggen, nou ik doe nooit een BBB mee. Dit is toch stiekem een beetje BBB, hè? Ha, leuk dat je erbij bent. Alright. Laatste 20 seconden. Iedereen is bovenlichaam, het is heel mooi stil, guys. Ziet er goed uit. Oh, zijn mensen lekker buiten trainen, jongens. Heerlijk. Goed zo. Lekker frisse lucht, vitamine D erin. Belangrijk, guys. 3. 2, 1, en we wisselen door. Weet u nog? De butt lift march. Je neemt plaats in een hoge positie. Vanaf daar heel rustig. Vast. En rustig. Hoe sneller je het doet, hoe minder goed je hem voelt. Dus heel rustig aan. Goed je buik aanspannen, guys. En blijf goed je billen aanspannen. Anders ga je maar alleen maar je onderrug voelen. Goed knijpen. Heel rustig aan. Dan voel je goed lekker die billen branden. Laatste 15 seconden. Wat lekker hè deze. Woe! Heerlijk. 3, 2, 1. En we wisselen door, guys. Zullen we kijken wie die echte breakdancers zijn? We gaan naar de bear stand. En van daar onderling door. Yes, kom maar. Je draait je borst open. Teenpunten naar boven. Heel rustig terug. Draai hem open. Strek hem uit. En terug naar je basis. Even kijken hoe die gaat. Ja, het gaat hartstikke netjes, guys. Gewoon buiten lekker aan het breakdancen. Lekker. Dat is hem. Goed je arm blijven uitduwen. 20 seconden, guys. En we wisselen door. Even lekker op je rug liggen. Gaan met gestrekte armen en gestrekte benen omhoog. 5, 4, 3, 2, yes, kom maar. Even vast. Heel rustig uitstrekken.
Blijf lang. En terug. En op. Goed blijven ademen. Even kijken hoe die gaat. Als je goed die spanning op je buik houdt, dan ga je trillen in je buik. Dat betekent constante spanning. Juist, keurig, dames en heren. Perfect. Laatste 8 seconden vanaf nu. 3, 2, 1. En we schuiven door. Naar de volgende. De push-ups, guys. Smalle push-up. Brede push-up. En als je jezelf uit wilt dagen, pak je nog die pike push-up erbij. Alright? Ook weer lekker rustig gaan bewegen. Kom maar, let's go. Iedereen kan het heel snel. Lekker rustig aan. Zondag is een rustdag. Doe hem uit. Probeer een lange range of motion aan te houden. Laatste 3, 2, 1. En we gaan door naar de volgende. Ene laatste. Dus beeld maar weer in dat daar een flesje staat. Of een kettlebell of wat dan ook. Yes, 3, 2, 1. Kom maar. Borst goed omhoog. Goed, ik wel. Ja. Goed zo, lekker bezig. Ik zie alle voetjes mooi alle kanten op gaan. Prachtig, guys. Netjes, netjes, netjes. Goed zo. Afval voor die laatste 25. Hup. 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 Goed je buik naar binnen spannen. Laatste 5 seconden. 4, 3, 2 en wissel. We gaan naar de allerlaatste plankpositie. Knieën langs de ellebogen. Naar de ellebogen. Zo, weer lekker aan het zweten, guys. Heerlijk. 3, 2, 1. Lekker rustig aan. 1, 2 en push hem uit. En we gaan weer terug naar beneden. 1, 2. Andere kant uit pushen. En weer rustig terug. Alright, laat me zien. Let's go. Voor goed aanspannen. Rug helemaal recht. Juist. Keurig. Bovenin pak je een seconde rust. Rustig zak omlaag. Juist hem. Netjes, guys. Goed zo. Laatste 15 seconden. Als je wil, mag je wel proberen met twee handen tegelijk uit te duwen. En rust, guys. Rust, rust, rust. Pak even 1 minuutje rust. Gaan we zo naar de tweede ronde. En pak even een slokje water, jongens. Alright. Cheerio. So far so good, iedereen. Yes. Goed zo. Lekker bezig, jongens. Half minuutje. Dan gaan we weer beginnen met achteruit rollen en de jump squat erbij. Volgende ronde is nog steeds 45 seconden per oefening. De laatste ronde zometeen gaan we naar 1 minuutje per oefening. Even een klein tandje erbij, omdat het zondag is. Omdat het zondag lekker weer is, hebben we extra energie, toch? Jazeker. Alright, guys, oefening nummer 1. Zijn we er klaar voor? 3, 2,
1. Alright, here we go. Spring your back. Vloeiende beweging. En uitspringen. Goed zo. 25 seconden, guys. Als je moeilijk omhoog komt. Juist. Mag je een klein beetje handen gebruiken. En je kan een beetje met je hoofd achterin. Boom. De grond induwen. Laatste 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Yes, we gaan over nummer 2. Squat met de calf raise. 8 seconden. Shake it off. 3, 2, 1. Kom maar. Zorg dat je rug goed is. Je rug recht is. Goed blijven ademen. Misschien helpt het tegen die verzuring in die bovenbenen. Want daar voelen we hem. Oh, lekker jongens. Met dat luie zweet van gisteravond eruit. Ik weet of er nog meer mensen hebben gekeken. Q-Dance Connect. Inmiddels de laatste 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En we gaan naar oefening. Nummer 3, de butt lifts. En heel rustig uitmarcheren. 5, 4, 3, 2, alright, kom maar. Lekker rustig aan. De moeilijkheidsgraad zit hem juist in de rust. En goed je bekken blijven kantelen, guys. Bekken kantel hier naar boven. Dat je extra goed die billen aanspant. Lekker rustig aan. 20 seconden. Lekker rustig aan, guys. Geen haast. Goed je buik blijven inspannen. Span die billen aan. Haal daar je kracht uit. 5, 4, 3, 2. En we wisselen het door. Gaan we naar oefening. Nummer 4, draai hem om. Even kijken waar die B-boys en die fly girls zijn. 5, 4, 3, 2, yes, here we go. Goed je arm blijven uitduwen. Probeer ook niet over je arm heen te draaien. Dan verlies je balans. Dus blijf goed boven je schouder hangen, guys. Juist, dan keurig. Als het te zwaar is om in te draaien, probeer hem vast te houden. Laatste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we wisselen door. Gaan we naar oefening nummer 5. De straight arm met de split erbij. Over 4, 3, 2, 1. Yes, lekker langzaam. Dan wordt hij iets moeilijker. Lekker rustig aan, blijf ademen. Dus ongeveer binnen 10 seconden. Eén goede langzame herhaling kan maken. Dat betekent opstrekken. En die split erbij. De laatste 8. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, en we wisselen door. Push-up gang. Push-ups. Deze ook weer langzaam, guys. Rustig en gecontroleerd. Alright. 3,
2, 1, kom maar. We beginnen small. Handen naar buiten. Handen terug. Mag je eventueel naar achter lopen. Gestrekte benen. Borst omhoog. Tik in de grond aan. En loop hem rustig uit. Keurig. Dit kan je ook doen, hè? De knie versie. Hartstikke goed. Zolang je maar vol kan houden. 3, 2, 1. En we schuiven door. En de laatste. Gaan we naar de crunches. Knie goed naar je borst trekken. Tik je de grond aan. En loop hem rustig uit. Hartstikke goed. Zolang je maar vol kan houden. 3, 2, 1. En we schuiven door. En de laatste. Gaan we naar de crunches. Knie goed naar je borst trekken. 4, 3, 2, 1. Yes, we kunnen weer. Op deze manier heb je een mooi tempo. Wees ook hoe rustiger je hem doet, hoe zwaarder die wordt. Een beetje naar achter leunen als je hem uitstrekt. 20 seconden. Juist. Borst goed omhoog. Juist. En probeer hem aan het interfereren. Dan kan je extra kracht uithalen. Laatste 15. Drie, twee, één. Alright, gaan we naar de laatste. Ellebogen. Knieën naar de elleboog. En je pakt je tricep pushup erbij. Je mag ook met twee handen tegelijk. Yes? Drie, twee, één. Alright, kom maar. Rustig aan, we hebben geen haast. Kun je hier mooi langs de zijkant. 15 seconden, guys. Kijk, de deeltrainingen gaan mooi tegelijk allemaal. Goed zo. Laatste 7 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we hebben weer rust in, guys. 1 minuutje. Gaat toch weer aardig snel zo. We pakken nog één ronde erbij. En dan gaan we eens even nadenken of we nog een klein toetje kunnen doen. Woe! Nog 15 seconden, guys, gaan we beginnen. Dit wordt dus de lange ronde. De ronde van 1 minuut per oefening. Yes? Probeer niet te snel te bewegen. Lekker rustig aan dat je het vol kan houden. Beginnen wij over 3, 2, 1. Beginnen we met de fallback en de jump squats. Squat zo diep mogelijk, of daar rol je naar achter. Oh. Ha.
Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Yes, we gaan naar oefening nummer 2. Uno minuto. Beginnen we over 5, 4, 3, 2. Yes, kom maar. Je buik blijven aanspannen. Als je onderrug niet te hol trekt. Heel erg niet hol, kom op. Iedereen kaars recht op zijn bovenlichaam, jongens, ziet er echt goed uit. Voor zover ik het kan zien. Inmiddels nog 20 seconden. Iedereen een minuutje vol kan houden. Ja, dat is een lange minuut. Gaan we gelijk door zo meteen met de butt lift march. Gaan we echt binnen 2 seconden naar beneden. 3, 2, 1, wissel. Omhoog. We pakken ook geen break meer. Lekker man! Ah, vol guys. 20 seconden. Ik weet het, die billen worden zuur. Die bovenbenen worden zuur. Gewoon doorzetten. Blijf goed duwen op been waar je op staat. 3, 2, 1. We gaan door naar de volgende. De bear stand. De beast stand. Maar hoe je het noemt. Weer goed je benen uit te strekken. En terug naar je basis. Juist hem. Ja, er zijn wel aardig wat mensen die benen meepakken, guys. Goed zo. Leuk om te zien. Inmiddels nog 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee. Gaan we naar de volgende. De crunches met de split erbij. La 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 la. Dat is hem. Ik zie mooie gecontroleerde bewegingen, guys. Netjes. Niemand is aan het overhaasten. Alles gecontroleerd. Yes, perfect. Inmiddels nog 20 seconden. Even rits aan deze kant. Hoppa, 7 seconden. 3, 2, 1. En we gaan door naar de push-ups. Gaan we gelijk door, guys. Kom maar. Thank you.
Ashton. Deze mensen echt goed doen, dat het lichaam precies in het midden blijft, alleen je handen bewegen. Goed zo. En we gaan naar de volgende, guys. Crunches, knee to the chest. Here we go. Mag hem ook zonder handen proberen. Dan wordt hij een stukje moeilijker. Nog een half minuutje, guys. Keep going. Oh, kijk ze daar prachtig tegelijk gaan. Netjes, guys. Gesynchroniseerd, netjes. Laatste 20. Gaat goed, Nico. Borst omhoog. Span die buik aan, kom op. Hoppa, doorzetten. 10 seconden. 7, 6, 5, 4, 3, 2. En wissel door naar de plank to elbows. Plank to elbows. Yes, kom maar op. En met deze mag weer met twee armen tegelijk. Kom naar buiten. Boom, vast. Rustig terug. Dat is hem. Goeie knietjes, guys. Toppers. Je gewoon een klein beetje in te draaien. Dat je goed je zijwaartse buik aanspant. Yes. 15 seconden. Hop. Hop. Strek hem uit. Rustig terug. Hop. Hop. Yes, perfect. En rust, guys. Rust, rust, rust. We pakken zometeen nog één toetje erbij. Nog één toetje. Dan zijn we klaar voor vandaag. Wat we zo meteen gaan doen. Nicole en ik komen naast elkaar staan. Beginnen wij in plank positie met twee shoulder taps. Dan blijven we staan. Dan doen jullie er twee. Daarna pakken wij er vier. Daarna doen jullie er vier. Dus ik moet jullie aan de bovenkant. Ik ga met jullie meetellen. Dan weten wij wanneer we doorgaan. Yes? Daarna pakken we 2, 4, 6, 8, 10. En we eindigen vandaag met 12 shoulder taps. Yes? Doen we over 30 seconden. Kleine toetje van vandaag. Even een kleine core attack. Dan stretchen we hem rustig uit. En dan zit er alweer op voor vandaag. Zijn we zondag weer goed begonnen, guys. Trots op jullie. Nog 10 seconden. We geven onszelf een klein beetje waardering voor deze lekkere workout, guys. Nicole, ben je er klaar voor? Kom gezellig naast me. Alright, guys. We beginnen weer in plank positie. Doe maar gezellig met mij. Wij beginnen. Kom maar. 1, 2. Nou jullie, guys. 1, 2. Goed zo. 1, 2, 3. 4. Nu doen jullie er 4. 1, 2, 3, 4. Goed zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou jullie, guys. En we blijven continu in die plankpositie. 2, 3, 4, 5, 6. Keurig. We gaan naar de af, Nicole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou mogen jullie de 8 doen, guys. Kom maar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Doe wij de 10 goals, zeker weten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on, guys. Eén laatste ronde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Laatste ronde. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ja. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Nou jullie, guys. 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12. Goed gedaan, guys. Rust. Nou, vast even een applausje voor jezelf. Goed gedaan, jongens. We gaan hem even lekker uitstretchen. Dan gaan we toch al zitten. Loop hem even uit met gestrekte armen naar voren. Into child pose. Heel ontspan jezelf. Goed zo. Dat is hem. Als je zo weer overeind komt, kom je rustig overeind. Mag je lekker gaan zitten. Leun hem over naar achter. En als je lenig genoeg bent, plaat jezelf plat op de grond. Navel naar binnen. Ontspan je benen, ontspan je rug. Kom zo weer heel rustig overeind. Loop hem even rustig uit naar voren. Tot je plat op de grond ligt. Van de cobra positie. Dat is hem. Heel rustig terug naar beneden. Kruis je één been onder je lichaam door. Achterste been strek je uit. Into pigeon. Yes, en we wisselen van been, guys. Been weer goed doorstrekken. Vanaf hier komen we overeind. Gaan we naar rugrechtpositie. Strek je één been uit. Andere been draai er overheen. En kijken de andere kant op. Yes, deze wisselen we ook af. Eén been uitstrekken, hier overheen. Komen rustig uit weer overeind. Plaatsen we één been aan de binnenkant van je been. Kijken of je teen nog vast kan pakken. Of je enkel, of je knie, ik weet niet hoe lenig je bent. En jezelf ook een beetje naar voren duwen. En nog iets verder vastpakken. Deze wisselen we ook nog even af. Pak hem vast. Alright guys, morgenavond zijn we er weer. Om 18 uur. Ook verzorgd door mij. Met ons er waarschijnlijk ook bij. Heb jij een suggestie? Of dingen waar je extra aan wil werken? Stuur even een berichtje via Instagram. Peter Sherps. Of stuur even een berichtje naar de Body Studio. Wat zou jij vaker willen zien? Heb je morgenavond zin in een HIIT training? Heb je zin in BBB? Total Body? Laat het even weten. Kunnen we altijd even meepakken. Dan doen we voor iedereen wat wils. Yes? Laatste, plaats je voeten tegen elkaar aan, zo dicht mogelijk bij je lichaam. Druk je benen naar beneden. Even je liesen meepakken. Nou, de workouts komen allemaal op de site van de Body Studio. Laat even een leuke comment achter als je het leuk vond. En suggesties zijn altijd welkom, guys.
Alright, en ontspan. OneFit, Body Studio. Allemaal hartstikke bedankt voor het meekijken. Nothing but love. Stay safe, stay healthy. Geniet van je zondag. Yes, met mooi weer. Niet met z'n allen naar buiten, niet naar het strand. Niet gaan barbecuen in het Vondelpark. Lekker op je balkonnetje, ja? Stay safe, tot later.